Handen tegen de schutting! Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video en je kon het waarschijnlijk al een beetje op de beelden zien. We zijn inmiddels weer in Rotterdam op een plek waar we wel al eerder geweest zijn. Voor wat minder leuke omstandigheden. In ieder geval naast me zit, wie zit ik? Rens. Stel eens voor naar kijken. Ja, hey Rens. Ja. Ja, ik wilde zeggen, misschien hebben ze je al eerder gezien, maar we hebben nooit, ja, achter de schermen hebben we heel veel gedaan met video, maar ja, eigenlijk nooit echt voor, zo, er valt een plaatje, maar dan nooit echt voorbeeld. Dus we zeiden, nou, we moeten nog eens een keer samen echt een video, een vlog maken. Dus bij deze. Want waar werk je en waar zit je? Ja, ik ben dus Rens. Ik werk bij Team Verkeer Rotterdam en dan wel bij het verkeershandhavingteam. Het team verkeer bestaat eigenlijk uit meerdere onderdelen en een van die onderdelen is het verkeershandhavingteam. En vandaag gaan we ook een controle doen, maar dat is wel in samenspraak met een team waar ik wel eens eerder mee heb meegedraaid, in de wijk Ommoord. En ik ben even de naam, dat valt onder het basisteam. IJsseland, ja, shit. Dan weet ik weer. Het basisteam IJsseland en die gaan actie draaien in de wijk Ommoord. En dat is een gecombineerde actie dus met het verkeershandhavingteam en de collega's van het basisteam op, dus wat we eigenlijk al net al een beetje vertellen, op handhaven van verkeersveiligheid en dingen die niet kloppen. Maar ook om overlast in de wijk tegen te gaan, om die combi mooi te maken. En we gaan straks even naar de briefing, kunnen jullie veel meer over vertellen wat de doelstelling is. En we zijn onderweg. Zwaar busje. Nee, ja, dit hoort er ook bij, een stukje hulpverlening. Die mevrouw die had pech met de auto. En die auto had het verkeer op, dus dat werd een behoorlijke opstopping. Ja, dan duwen we er even de kruising af. Zo zijn we ook. Een verkeerscontrole is, moet het gele hesje aan, of de gele veiligheidshoes. In dit geval heb ik die niet bij me, dus doe het gele hesje aan. Ja, ja. We zijn met veel mensen uiteindelijk, veel mensen van de politie, ondersteund door studenten, ondersteund door vrijwilligers, ondersteund door verkeer. En ze kent eigenlijk alles wat de wijk Ommoord uitgaat. Jullie hebben net gezien dat we inmiddels een aantal voertuigen hebben gecontroleerd op de rollenbank. Het gevreesde middel onder de scooterjeugd. En wat ons toch eigenlijk de eerste uur alweer opvalt is dat echt wel een groot percentage van wat er hier gecontroleerd is echt te hard rijdt. En soms ook wel flink te hard rijdt. Ja, en dat is toch ook wel de reden dat we die controle doen. Het levert je eigenlijk als eigenaar of bestuurder van een scooter ook een hoop ellende op. Hè. Buiten het feit omdat er natuurlijk ongevallen kunnen gebeuren, dat had ik net al aangegeven. Is het zo dat op het moment dat je scooter te hard gaat op de rollenbank, er zit daar een proces van bouw aan vast. Plus dat er een bokmelding, hè, wacht op keuren, komt erop te staan. En dat betekent dat je dus je scooter moet terug laten keuren naar de juiste snelheid. Je moet naar de RDW een afspraak maken om dat allemaal weer te laten herkeuren. Zo'n APK-keuring eigenlijk. Dus eigenlijk, je schiet er niks mee op en het levert ook van een hoop ellende op. En ja, nou ja, er zijn inmiddels toch wel bestuurders die vertrokken, lopend, die rijdend aankwamen, maar lopend vertrokken omdat ze een bokmelding hebben gehad. Ja, dat is dan toch een hele dure middag. Zonde.
De motorrijders zagen hem namelijk rijden zonder gordel om te hebben. Ze hebben hem aan de kant gezet. Daarna bleek dat hij gewoon volledig geen uitlaatgas onder zijn auto was geïnstalleerd. Die was eraf gevallen. Ben je boos, Sammy? Piet is zo, boos. Ik ben echt even wit heet, zeg maar. Nee, weet je wat het grote probleem is? Man die daar die net hier stond, die is juist degene die alles regelt. Auto's exporteert. En deze meneer die achter het stuur zit, is eigenlijk iemand die voor hem werkt. Alleen, ja, door een technische fout in het systeem, moeten wij deze man 28 dagen de gelegenheid bieden, die niet een ingezetene is van de Schengen, om eventueel een bezwaar te kunnen maken. Alleen, deze meneer die gaan we nooit meer zien. En aan de andere kant, stel voor dat hij ooit weer terug naar Nederland komt, zal deze meneer gesignaleerd staan. En dan zou hij eventueel of direct €500 moeten betalen, met verhoging erbij. Of dan moet hij gaan zitten. Maar de eigenlijke, de definitieve baas, zeg maar, zijn werkgever is, die komt ermee weg. Dat maakt mij zo boos. Dat rechtsgevoel, dat maakt mij zo boos. Hieruit komen. Staan blijven! Handen tegen de schutting! Handen tegen de schutting! Je bent aangehouden. Maak je. Oké, heb je spullen bij die je niet bij je mag hebben? Ja. Wat heb je bij je? Wacht. Wat heb je bij je? Wiet. Ja, buiten wiet om. Oké, loop maar even mee naar de bus. Ga maar even achterin zitten.
drie of vier man in en aangesloten met kruis aan en een paard, dacht ik. Die hing uit het raam half. Blijkbaar vind je het nodig om daarbij half uit je auto een beetje raar te doen. Dus blijkbaar aandacht te trekken. Die aandacht heb je nu. Je tested positief voor de use of cocaine. So you're now under arrest. You do not have to answer any questions. Yeah, it's... Jan Willem, mag ik hier rijden met mijn scooter op het fietspad? Ik heb geen idee, man. Ik kom hier niet uit de wijk. Nou, dat lekker wel hoor. Weet je wat je doet? Dan rij je straks terug. Kijk naar het bord. Ik ga hier. Maak je dan beter voor. Luister even, dan maak je een foto en dan ga je bezwaar. Heb jij dingen in je auto weg die je niet bij je mag hebben? Nee? You're traveling without lights. Heb je al controle door de motorrijder of kan ik rijden? Without lights, they are off. Ah, don't. Ik ga dat doen hoor, heen. 22-2-4. We hebben al even radio stil te doen, dan kunnen we even kijken. Ja, de klit had op dan gaat nog eentje rennen. Even stil, die ene zit hier achter die Audi als goed is. Ja, die lak is het dan, wel even. We moeten tussen die blauwe en die witte... Wat zijn je bezig met de club? Je maakt een hele drama, man. Rijden gaat te lang duren. Ja. Zo, zitten we achter in de bus. Ja. Ja, we zitten inmiddels weer achter in de bus. Dat betekent ook dat we het einde zijn van de actie. Ja.
Ik denk dat we sowieso heel veel gecontroleerd hebben vandaag. Mm-hmm. Ja, het liep weer heel erg uit. Eén, motorrijders die decibelkillers misten, gladde banden, scooters die 25 mochten, maar 85 of 90 reden. Dus ja, kijk, en dat zijn natuurlijk wel een beetje de dingetjes waar we ervoor staan. Omdat dat zijn echt de overlastgevers en de gevaarszetters, zeg maar. En ik denk dat we er toch wel weer een paar tussenuit hebben kunnen halen vandaag. Aan het eind zijn we er even meegereden naar een, het was niet echt een melding, maar een van de motorrijders zag iemand lopen die hij herkende, die gezocht werd. En die werd gezocht in verband met een dodelijke schietpartij of een dodelijke steekpartij. Als verdachte, dus hij is nog niet veroordeeld. Hè? De onderzoek moet er dan later gaan wijzen of hij het echt gedaan heeft. Ja. Maar hij werd daarvoor gesignaleerd, hij werd ervoor gezocht. En ze konden hem al een tijd niet vinden, dus de collega zag hem met heel veel eenheden gelijk te plaatsen. En dan kon mooi daartussen worden aangehouden en zo snel mogelijk naar het bureau afgevoerd worden. Dus daar gaat de recherche nu verder mee. Ik vond het echt tof dat je er weer bij was. Ik vond het weer mooi om in Rotterdam te zijn. Ja. Het is wel leuk. En vaak hier de laatste tijd. Ja, nee, mensen ben je er alweer. Je bent hier altijd alweer. Welkom wat dat betreft. Ik heb inmiddels uitgelapt. Het speakertje. Ja, ga ik zo ook maar eens even doen inderdaad. Gaan we lekker naar huis toe. Weekend daar. Ja. Dus ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Laat een duimpje achter als je niet gedaan hebt. En abonneer. En tot de volgende video. Later. Hallo. Ja, kijk, in principe moesten wij heel even naar het politiebureau toe. En heeft Jan Willem al zijn camera's laten hangen. Ja, dan gaan wij er natuurlijk misbruik van maken om jullie allemaal nog even extra aan de goedjes te doen. Pas op!